of hij het kan waarmaken in de finale. De hele dag hele sterke benen. Komt hij nou als eerste de eerste bocht uit? Dan is de whole shot voor Hobo. We gaan het kijken wat er gaat gebeuren. We zien ineens dat Hobo daar op 2 zit. De EUI daar op 3. Maar vooraan is de Ryan Miracle. Volgende week met TC op zijn thuisbaan. Het ziet er goed uit voor hem. Hier op de baan in Nuland. Miracle op de 1. Hobo op 2. EUI op 3. En er zit best wel van Dijk op 4. Christopher Stappen op 5 en Ralf van der Roem op 6. Peters op 7.